De start is gevallen, de finale van de Troost Challenge. Die begint met een galopade voor een van de favorieten, Une de Papillon. Zes paarden zijn wel goed weg en het duel om de leiding wordt voorlopig aan de buitenzijde gewonnen door Sévenie de Logre. Sévenie de Logre aan de binnenkant trekt Rick Ebbingen mee en dat doet hij met Union de Marne. En die twee paarden gaan naast elkaar de eerste bocht in. Daarachter zit aan de relingzijde de trainingsgenoot van Union de Marne, dat is Una de Gouchet. Vierde plek aan de buitenzijde is dan voor Umina Yummy. Op de vijfde plaats daarachter volgt Kurt Roeges met Udaan du Noyer. En daarnaast volgt de andere favoriet van het gezelschap Utopie Dotu en John de Leeuw. Ze gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Doen ze 2-2 op één deelnemer na. Die is op achterstand geraakt. Dat is de nummer 7. En de opening 1-17-9. Paard op weg naar de linkerbocht. Nog altijd dezelfde leider aan de binnenzijde. En dat is Union de Marne, de 2. De buitenzijde daarnaast Sévenie de Logre. Dat is het paard nummer 5. En daarachter aan de relingzijde volgt dan Una de Gouchet. En dat is de nummer 3. Ze gaan de paarden de bocht door. De andere deelnemers vlak daarachter. En de 6 paarden blijven aardig bij elkaar. Tempo is zeker niet omhoog gegaan. 17-9 was de opening. Tempo is er ietsje uitgehaald door Rick Ebbingen. Hij komt als eerste de rechte lijn voor de tribune in met Union de Marne. Union de Marne, daarachter aan de relingzijde volgt Una de Gouchet. En daarachter Sévenie de Logre, die heeft zich ietsje terug laten zakken. Daarachter dan de rest van het peloton, die wachten voorlopig allemaal even af. Erg hard gaat het niet, het gaat zelfs zo langzaam dat John de Leeuw zich laat verleiden tot een aanval door het derde spoor. Utopie Dotu gaat drie dik naar voren. Tussentijd 22-2, eerste kilometer 1-19-6 en daar komt Utopie Dotu aan. Utopie Dotu door het derde spoor. Passeert nu de plek waar hij de vorige keer sprong. Eens kijken of hij nu op de benen blijft. Gaat door het derde spoor, is goed bij de les. En het hele veld schuift in elkaar achter de rug van Rick Ebbingen. Hij leidt nog altijd met Union de Marne. Union de Marne, daarachter Runa de Gouchet. Daarachter Sévenie de Logre, helemaal aan de buitenzijde Utopie Dotu. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Udaan de Noyer. En daarachter is nog één deelnemer en die ligt nu aan de start van het veld. Dat is Umina Yummy. Utopie Dotu blijft daar hangen in het derde spoor. Nu gaat ook Jeroen Engweda naar het tweede spoor met Una de Gouchet. En nu liggen de twee Engweda paarden precies naast elkaar vooraan. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. 20-7 is de tussentijd. En daar komt de aanval van Una de Gouchet en die neemt nu over. Una de Gouchet, de nieuwe leider. Daarachter ligt Union de Marne. En aan de buitenzijde Utopie Dotu. Door het derde spoor gaat naar voren Umina Yummy. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Koploper begint weg te lopen. En dat is Una de Gouchet. Una de Gouchet in de Ajax-kleuren heeft een lengte of 3 voorsprong. In de achtervolging gaat voor België Umina Yummy. En de rest van het veld kan even niet meer mee. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Una de Gouchet aan de buitenzijde Umina Yummy. En die zet de tanden nog eens op elkaar. Umina Yummy begint in te lopen aan de buitenzijde. Engweda heeft hem gezien. Voorlopig heeft hij nog een lengte. Hij houdt die lengte ook vast. Het is Una de Gouchet die hem gaat winnen. Met grote stappen. Tweede Umina Yummy. En de derde plaats is voor Utopie Dotu. Geen paarden uitgeschakeld.